Goedemorgen. Ik ga even kijken of ik iets erbij kan voegen. Hey, waarom doet u dat niet? Oh. Nou, dat lukt niet. Het is toch zo erg dat je handen niet doen wat jij wil, hè? Komt dat ik hier even een klein beetje te klein plekje heb. Ik wou eigenlijk de link erbij zetten. Volgens mij is het nou gelukt. Even kijken. Als het goed is, staat hij er nu zo boven. Ja, gelukkig. Goedemorgen. Allemaal. Was eventjes een dingetje. Het is altijd even lastig. Ik ga mijn laptop mooi dichtgooien. Want ik kan het mooi meelezen hier. Oh ja, erg hè. Die zat bij ons ook bevroren. Alles zit vastgevroren op het moment. En ik moest ook echt opletten. Want het was echt een stuk spekglad hier zo. Moest natuurlijk even met hondje weg. Nou, goedemorgen. Vandaag ga ik iets maken met de Craftlab collectie. Zoals jullie weten heb ik in het designteam van de Craftlab gezeten. Maar omdat gewoon alles een beetje te veel werd, ben ik daarmee gestopt. Niet omdat ik het niet leuk vind, want ik vind het wel heel leuk. Maar ja, je moet gewoon prioriteiten stellen. Dus vandaag, ik heb dus heel de serie nog van de Craftlab liggen. Ik denk, nou, Janine zei, kun je daar wat mee? Tuurlijk kan ik daar wat mee. Dus daar gaan we mee aan de slag. Kijk, er zit hier nou nog weer iets op wat er niet op hoort. Kan je zien waar ik gisteren mee bezig was met een huisje. Nou, er zit dus een... We hebben nieuwe papiertjes. Dit is een nieuwe. Deze is al wat ouder. Deze past dus perfect bij dit blokje. En daar kan je dus heel mooi het fruit mee maken. Want er zitten allerlei tintjes. Nou, je ziet, ik ben er al in bezig geweest. Allerlei tintjes groen en rood. Jullie hebben het waarschijnlijk van de week al wel gezien. Want het is in de Studio Light groep natuurlijk ook al gedaan. Die gooi ik aan de kant. Die heb ik niet nodig. Dan hebben we hele gave beterschapmal. Laatst had ik een kaart gemaakt met de gefeliciteerd mal. In dat met wax. Nou, dat vind ik voor een beterschapskaart zou kunnen. Maar dat vind ik dan weer een beetje te stoer worden. Maar die vind ik ook wel heel fijn om te hebben. Beterschap. Dan ga ik gebruiken dus dit schattige papier. En zoals jullie misschien wel weten, hou ik van de rustige. Maar er zit dus druk en rustig in. Leuk voor de aardbeidjes, tafelkleedjes. Ik ben meer van de stipjes en de ruitjes. Zo op ieder zijn ding, hè. En ik ga deze, dit vind ik echt zo'n basismal die je moet hebben. Want hier kan je zo leuk die frames mee maken. En dan zit er toch zo'n tof stiksteekrandje aan. Hallo allemaal, wie er binnenkomen. Portemonnee zeer? Ja, dat doet pijn, hè? Maar dan heb je wel weer wat leuks, toch? Nou, en dan heb ik het dus in mijn favoriete bakje zitten. Ik ga gebruiken niet. Waarom heb ik deze erbij? Weet ik eigenlijk niet. Oh ja, ik weet het wel. Hier zit het mandje in. Hier zit het konijn bovenop. Maar de konijn moet ik dus niet in beeld hebben. Maar... Om bakjes te sparen, het fruit. En hoe tof is het? Heb ik niet van mezelf. Was een van de designteamleden. Die had hier peertjes van gemaakt. Dus dat kan je ook heel gaaf doen. En die gaan we dus ook gebruiken. Ik ga een mandje maken. Gewoon een gezellig beterschapskaartje. Een fruitmandje. Allee. Die wilt er nu... Oh ja, hij moet erin. Dus laten we aan de slag gaan. Even kijken waar ik dit het handigste weg kan zetten. Moet ik mijn lijmpistool aanzetten? Ja, doe maar vast. Kan me aanstaan, hè? Nou, wat heb ik gedaan? Wat ik dus al zei, dat ik deze zo fijn vind om een frame mee te maken. Ik heb dus de buitenste en deze. En dan maak je een mooi frame. En dat komt eruit te zien. Zoals deze. En daar ga ik dus achter mijn designpapier verwerken. Nou, hier komen de bakken weer al.
Want ik heb natuurlijk alles al uit zitten stansen, want anders werd het al heel veel. Restantjes papier. Nou, let's go. Dit is voor de, dadelijk voor de binnenkant. Het is hier nog wel koud, jongens. Ik heb mijn airco aangehad om te verwarmen, maar oeh. Het is frips op de bips. Vooruit. We gaan ervoor. Ik denk als het airco aan laat staan, dan wordt het zo'n herrie op de achtergrond. Dat vind ik ook niet fijn. Ja, die zijn er ook van. Deze zijn dus van, dit zijn merklozen die ik heb. Die heb ik al heel lang. Maar je hebt ze ook van vazen. En dat is van vazen. En dan hebben ze zo'n omdoos eromheen. Dat is ook wel heel fijn, want dan heb je alles bij elkaar. Nou, wat ga ik doen? Ik dacht, gezellig, dit aan de achterkant. Maar daar moet dus een klein strookje weer op. Want ik wil natuurlijk... En dan deze. Dus ik moet even kijken hoe ver ik uitkom. Ik ga eerst deze twee vastzetten. Goedemorgen. Ja, ze zijn echt handig, hè? Allemaal lekker aan de koffie. Jullie zijn ook allemaal vroeg uit bed. Belooft wel een prachtige dag weer te worden hier dan, hè? Dus wel ijzig koud. En ik haat kou. Maar ja, we moeten er neer, we kunnen er niks anders aan doen, hè? Het zij zo. Mijn vriendin zit op een beter plekje. Die zijn lekker met de camper vertrokken naar Alicante. Al voor een paar maanden. Heerlijk. Kijk. Nou, dit doe ik altijd. Want ik vind, ja, dat is mijn tik. Kijk, je kan natuurlijk designpapier zo op elkaar leggen. Maar ik, ja, ik vind dat niet mooi. Ik vind dat een beetje, ja, ik weet niet. Ik vind het zo rustiger. Stom, hè? Maar dat vind ik wel. Dan moet ik even kijken hoe groot die moet zijn. Dat is wel zo handig natuurlijk, dat ik dadelijk wel de goede hoogte heb. Dus ik kan eigenlijk deze gewoon al af gaan snijden op de breedte zoals mijn blauwe is. Dan plak ik die eerst vast en dan plak ik de blauwe er tegenaan. Even kijken hoor, hoe breed ik hem heb. Dit is de breedte. Ja, dat gaat precies. Pisse pisas. Even kijken. Deze is bijna... Ja, ik zet bijna 12. Kijk, want dit, hij zit hier onder die streep. En die streep die correspondeert, ja, bijna met 12. Niet te ver weg, hè, jongen. Want ik heb je zo nodig. Bijna 12. Dus. Dan gaat hij lekker scheef. Dat moet je niet doen. Je moet recht. Nou ja, weet je, ik heb er gewoon een... En krijg het dadelijk ineens weer heet. Dat heb je ook weer. Ik vind het wel lief voor van je, maar... Ik erger mezelf altijd een beetje aan die herrie. Dus ik zet hem van tevoren even aan. En dan ga dit maar meteen doen. Dat is eigenlijk veel fijner. Even kijken, even de goede rol. Kijk, als ik het echt heel, heel koud krijg, dan zet ik hem aan. Maar ik heb nu... nee, het gaat te doen. Waarom nou met tape? Want normaal gesproken doe ik eigenlijk niet zo heel veel deze frames met tape opplakken. Maar deze heeft six-take randjes. En als je met lijm gaat klodderen, dan komt die lijm door die stiksteekjes. En dat is op zich niet zo erg. Maar dan komt het ook naar de voorkant. En dan krijg je allemaal van die vieze vlekken. Het droogt transparant op, maar toch zie je altijd de lijm. Hij wil niet. Hij heeft er echt geen zin aan. Maar hij zal toch moeten. Ik vind het zo beter. Oh, maar dan moet je hem even vergroten, Monique, als je het op de computer doet. Even vergroten en dan krijg je... Je moet op mijn live even klikken in de midden. Kun je hem ietsje groter maken en dan krijg je aan de rechterkant krijg je de chats. En dan moet je kunnen reageren als het goed is. Even de gum eraf. Kijk, dan doen we eerst even alleen de onderkant. En een stukje zijkanten. Dan hoef ik nou niet eens al het papier eraf te halen van dit. Zit hij eronder? Zou zomaar kunnen, hè? 1, 2.
Ja, ik zie ook niet alles hoor, sorry. Ja, eigenlijk wel hè. Het is gelukt, want anders zou je niks kunnen zien. Oh, helder. Nou ga ik even kijken, want ik wil wel dat mijn ruitje een beetje recht erop komt te zitten. Ik vind dat altijd met ruitjes en streepjes en dat oogt zo vervelend als het niet recht zit. Dus nu zit hij recht. Mooi. Staat zo raar als het scheef staat. Oké. Kan die er ook af. En dan gaan we de stippels er tegenaan zetten. Normaal gesproken zou ik het nooit op deze manier doen hoor. Maak ik eerst altijd een... gewoon een basisgedeelte. En dan plak ik mijn frame daar weer op. Maar ik dacht, ach ja, op deze manier kan het natuurlijk ook gewoon. Dat doen we hier ook maar even. Een stukje tape. Dan zijn we toch aan het tapen. Deze is trouwens van Studio Light ook, maar dat weten jullie wel hè. In principe gebruik ik alleen maar Studio Light. Het wil ooit wel eens voorkomen, als het op is, dat ik wat anders pak. Maar in principe niet. Kijk dat nou toch mooi vallen. En mooi vastgaan. Nou, kijk nou hoe tof. En daarom doe ik hier dat witte strookje erin. Puur voor de rust. En dan komt dat weer terug, weer van de buitenkant. Nou, vind ik mooi. Wat gaan we maken? Jee. Een fruitmand. Nou, Truus is bij de baas inderdaad. Ja, en Truus heeft gisteren... Ik moest even naar het toilet, dus ik had de deur openstaan. En zij kan natuurlijk... Als zij hier zit, ik zit voor mij een raam en naast mij een raam. En dan kan ze gewoon mooi naar buiten kijken. Daarom zit ze ook graag, want dan komt ze aan en dan jumpt ze zo op die stoel. En dan denkt ze zo, pik in, het is mijn stoel. Laat ik dit eruit halen, kan dat bakkie eruit. En nou, het wil, toen zei mijn man nog, oh, zij kijkt ze nou toch zitten. Ik zei, ja. Ik zeg, het is soms zo erg dat ik het gewoon zielig vind. Ik denk, oh, blijf jij maar zitten. Dan ga ik er een andere stoel bij zetten. Ach ja, je doet wat hè, voor het hondenkind. Het is een verwend nest. We gaan even mikken, want ik heb hier... kijk eens, hij is bijna op. En de rode tape zit er ook aan vast. Ik heb een fles en daar gooi ik al die... rollen overheen. Ik heb dus achter dit papier even een stuk IZ craft tape gedaan. En dan eerst al die kleine frummels eruit gepulkt. En nou is het gewoon veel makkelijker om op te plakken. Mits die recht wil natuurlijk. Want dat punt hebben we. Kijk, Miep is ook klaar. Dat is mijn wasmachine. Ik heb hier allemaal namen. Ik moet wel recht. Ik moet even mikken. Even kijken. Maar nee, met een live... Kijk, als ik een filmpje maak, vind ik het niet erg dat Truus eens een keer in beeld komt. Maar met een live vind ik niet zo professioneel staan voor de winkelier. Ook niet zo fijn, dus dat doe ik niet. Hij zit gewoon zo scheef als dat het maar scheef kan zitten. Gaat dat nog los? Yep. En misschien had ik hem beter kunnen laten zitten. Maar ik weet het niet. Ik ga hem even zo kijken of ik hem zo geplakt kan krijgen. Of ik het beter krijg. Want er komt toch wat overheen. Nee, hij moet ietsjes deze kant op. Zo. Ik denk dat ik hem zo aardig... Gaat hij nou nog weer scheef? Ja, dan moet hij er maar scheef op, maar er komt toch nog wat overheen. Dus dan is het ook niet zo erg. Nou, ik geloof dat hij nou redelijk goed recht zit. Goed gedaan. Top. Nou, wat gaan we dan doen? Want er zit natuurlijk, dit is het mandje, hè? Het fruitmandje. En daar zit zo'n leuk strookje bij. Ja, weet je, ik ben dus weer van die rustige kleurtjes. Dus ik dacht, ik hou hem gewoon maar één toon. Eerst wilde ik een bruin mandje maken. Maar dat kwam niet goed uit de kleur. Ik denk, hè, nee.
ga er gewoon gezellig rozig papiertje tegenaan knallen. Dus dit komt uit dat ene blokje wat ik net liet zien, hè? Ja, je moet zeggen, je hebt er twee laten zien, maar dat even met die effen papiertjes. Oh, ik zit aan de verkeerde kant te lijmen, denk ik. Beter daar lijmen. Maar de vlinder heeft ze niet mee afgemaakt, hoor, dat niet. Nee, ze vond het heel interessant allemaal, maar dat vindt ze altijd. Vindt alles interessant. Even kijken of ik goed aan de achterkant naar beneden zit. Ja. Daar ietsjes terug. Niet te ver. Zo, moet wel recht zitten aan het bovenrandje. Kijk, en nu heb ik hier twee gaatjes. En wat had ik nou bedacht? Want hier zitten ook die gaatjes in. Even kijken, waar is mijn prikmat? Schrik niet, die ziet er niet uit, want er wordt alles op gedaan. Daarom ziet hij zo smerig. En ik dacht, hoppa. Onze prikpen is best wel vrij dik aan de bovenkant. Dus als je even doorduwt, dan heb je hetzelfde gat als wat erin zit. Nou, dan gaan we daar dus doorheen. Goedemorgen. Hoe breed is het mandje? Sorry, ik moet even meelezen. Heb ik nog meer gemist? Oh, dat was ook een bak. Gisteren kwam Jeanette en ik erachter dat we eigenlijk voor dezelfde tijd stonden. Dat had ook een bak geweest, hè? Dan waren we gelijk live gegaan. Hoe breed is het mandje? Oh, je moet gewoon echt gillen hoor naar mij, want ik hoor het niet. Nou, hij is hier, aan de bovenkant, is het 9,5. Het onderkantje is 6,5. En hij is bijna 6 hoog. Nee, ik zie het niet, dus mocht je... Ja, nou dat doe ik dus ook, de lijnen. Maar ja, die heb ik nou natuurlijk niet. En deze lijnen zijn niet recht, hè, van mijn dingetje. Waar zijn mijn splitpennetjes? Kijk, daar heb ik van die hele kleine splitpennetjes. En daar gaat mijn hengseltje aan. En oh, wat zal ik blij zijn als ik weer een beetje nagels aan mijn vingers heb. Want dit vind ik toch echt wel heel vervelend. Nou, die draai ik even. Want ik wil natuurlijk niet dat splitpennetje. Nou zijn dit hele korte puntjes hoor. Hopsa. Dan kan je hem altijd nog draaien. Ik denk als ik er nou een knopje, als ik hem vastlijm, ik zet er een knopje op, ben ik gebonden. En dat wilde ik natuurlijk niet. Je oude oortjes gedoneerd, oké. Okay. Even kijken. Kijk, dan hebben we gewoon een tof mandje. En die gaan we gewoon even lekker vullen, hè. Even zien. Wat is handig en wat is wijsheid? Ga ik eerst deze gelijk op mijn basis plakken? Ach wel, ja, waarvoor niet? En ik denk dat ik hem... Ik moet even spieken op mijn vol... Ja, ik had hem een beetje verhoogd opgeplakt. Dus ga ik weer maar doen. Gewoon even met foam. Niet al te dik. En niet stijf aan het randje, dames en heren. Want dan valt je foam zo op. Tussen je kaart door. Dat is niet mooi. Als je hem hier echt langs de rand doet, dan valt het echt op. En zoals ik hem nu plak... Oh, dan vliegen de stukken langs mijn oren. Zoals ik het nu doe, dan valt het niet zo op. Hij is te groot zeker, ja, natuurlijk. Ik doe dit altijd scheuren, hè. Jullie doen het allemaal netjes knippen, denk ik. Ik niet hoor. Ah, nou, kom op. Ik scheur het altijd gewoon even af. Dat kan eigenlijk met alle foamtape. Kijk. Oh, zal ik in de midden ook nog één doen? Want anders dan deukt hij zo in. Hoppatee. Dus dit wordt een fruitmandje. Degene die dus het kaartje ontvangt, die ontvangt een papieren fruitmand. Even kijken, hier heb ik er nog eentje zitten. En hier heb ik er nog eentje zitten. Grutten.
Het moet niet gekker worden, maar het werkt gewoon allemaal mee. Even goed aanduwen, Stephanie, de foam. En dan even met je prikpen. Hij plakt wel, ja. Hij plakt heel goed. Maar dat is ook de bedoeling, hè. Oh, ik zal even nog een beetje lijm. En daarom, dat is dus de reden dat ik altijd... dit is nog ouder, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al door de SL foam heen ben. Dus het ligt op bestelling. Maar daarom doe ik altijd lijm er nog tegen. Ik leg hem nou even op z'n kop. Want ik heb liever dat hij van boven mooi recht zit. En zit hij dan van onderen iets wat scheef, is dat minder erg, want dan kan ik recht snijden. Maar van boven natuurlijk niet. Maar het zit gewoon goed, hè. Kijk, nou zie je toch een beetje diepte erin. Nou, en het mandje dat komt hier een beetje in de midden. En die ga ik ook een beetje diepte geven. Want dan kan er nog wat in en achter. Ja, dat is goed, hè. Met het, als je het smaller wil knippen of wat dan ook. Even bakpapier er tegenaan. Die heb ik ook niet van mezelf. Maar weet je, samen weten we gewoon allemaal heel veel, toch? We kunnen allemaal van elkaar leren. En dat is juist zo leuk. Nou, het mandje komt gewoon hier aan de onderkant. Het buikje knort. En ik heb net mijn koffie op. Even zien. Ik denk dat ik zo redelijk... Ja, weet je, dat hoeft ook niet per se in de midden. Hè? Zo. Ik vind hem goed zo. Nou, wat heb ik van dat sisal? Dat is natuurlijk ook gewoon in de winkel te koop. En dit is wel erg veel. Dit ga ik er hier gewoon even... Oh, nou wordt het wel een puinhoop op mijn bureau. Maar dat is het toch wel, als ik klaar ben. Dat maakt niet uit. Ik doe nou even mijn handvaten naar beneden, dat ik ze niet kapot kan maken. Net echt, hè? In een fruitmand zit ook van dat spul. Dat had ik ook, dat hele grove. Maar ik denk, nee, dat ziet er niet uit. Dat is een beetje raar. Nou, ik ga hier wel even hete lijm tussen proppen, een beetje. Oh, ik moet hem even mijn snoertje vrijheid geven, want hij zit, daar staat mijn e-bos er bovenop. Dat gaat ook niet echt lekker. Maar ik wil hier gewoon een heel klein beetje hete lijm. Want ik wil het er eigenlijk niet te ver aan de zijkanten langs. Zo. En dan doen we dat ook aan deze kant. En dan hoop ik dat het in ieder geval een beetje daartussen blijft. Is de andere wel gelukt, dus dat zou dan deze ook moeten lukken, toch? En wat ik dadelijk te veel erop vind zitten, dat knip ik gewoon weg. Hopla. Nou, dan gaan we aan de fruit beginnen. Ik heb alles al zitten stanzen. Ik heb hier een bakje vol. Hopla. En ik heb dus blaadjes. Ik ga even sorteren, want anders dan word ik helemaal niet goed van. Dit zijn allemaal blaadjes en die heb ik er veel te veel, hoor. Maar ik denk, ja, beter te veel dan te weinig. Aardbeidjes. Maar, wat ik dus al zei, je kunt er ook peren van maken. En deze heb ik natuurlijk niet slim gedaan, de rode. En die moet ik hebben. Oh, wat een boeltje zo, hè. Hoedje. Dit even weg. Ik ga eerst hiermee aan de slag. Ik had natuurlijk, heel slim, hier gewoon even dat tape aan de achterkant tegenaan moeten doen. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. En om ze nou weer overnieuw te gaan stansen, ja, dan zit ik met deze aardbeidjes. Ik denk, nou... Dat nou een beetje voorzichtig doe, zo. Moet wel op de mooie kant. En het voordeel is wel, als je het met lijm doet, dat je hem nog even kan schuiven. En als ik hem met de tape, dan is die vast, is vast. Dan heb ik een probleem.
B. Oké, ja, juist. Ah, dat gaan we maar niet herhalen. Hoe kom je erop? Even zien. Want ik heb een paar grote aardbeien. Hupsa. Twee grote en twee kleintjes. Ik wou niet heel de mand gevuld met aardbeien. En ik vond die tip die ik voorbij zag komen met peren wel heel tof. Dus ik denk, nou, hebben jullie dat ook gelijk gezien? En misschien hebben jullie het al lang gezien hoor, dat kan ook. Hey, weet je, er komt zoveel voorbij op Facebook. En wat van de week al gezegd werd, ook door Jeanette, wij kunnen niet hele dagen op Facebook gaan zitten. Misschien is dit ook al wel gemaakt hoor. Geen idee. Zou zomaar kunnen. Dan zal die vast niet hetzelfde zijn, want we hebben toch niet altijd allemaal dezelfde ideeën. Gelukkig. Maar het zou zomaar kunnen dat zoiets al is. Maar ik zie ook niet alles, want dan zou ik echt een hele dag op dat Facebook moeten zitten en op dat Instagram. Nou, dat ga ik echt niet doen. Vind ik echt zonde van mijn tijd. In die tijd knutsel ik liever een kaartje in elkaar. Zo. Dus dit zijn de aardbeidjes. En ik heb hier een vervelende draad. Daar moeten natuurlijk hoedjes op. En wat zag ik nou van de week? Die had een heel schattig kaartje gemaakt, maar die had de hoedjes aan de verkeerde kant zitten. Toen dacht ik, oh, oeps. Ja, dat kan. Dat heb ik dan wel gezien. Ik doe dat 's avonds altijd even scrollen. Maar ik vind dat het hoedje hier aan de top moet zitten. Zo groeien ze bij mij tenminste in de tuin. Groeide. Ze. Niet meer. Hebben ze niet meer. Hebben ze heel lang gehad. Totdat het op den duur niks meer werd. En toen hebben we gezegd, oké, klaar ermee. Altijd die vogels eraan. We waren aardbeien aan het kweken voor de vogels. Dan moeten die ook wel eten hoor. Maar als je dan zo'n prachtige rode aardbei ziet. En denkt van, jee, morgen heb ik een aardbei op brood. En dan is die dus al gepikt. Dan heeft de merel hem op of de spreeuw. Ja, ik kan ze ook weer geen ongelijk geven als het zo voor het happen ligt. Dat is een kleintje en dat is een kleintje. Ja, zo groeien ze toch. Nou ja, die had ze hier gedaan. Toen dacht ik, hè? Dat vond ik zo'n apart gezicht. Dan denk ik, oh, nou ja, misschien hebben die een hele andere struik. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, zulke dingen doe je wel eens, hè. Je doet het wel eens verkeerd. Dat doe ik ook wel eens. Gelukkig. Niemand is perfect. Die komt daar aan. Hier heb ik nog een kleintje. Een beetje schuin is ook wel leuk, want ze zijn in de natuur ook niet allemaal even recht. Zo, nee, dan vind ik hem niet mooi. Hij moet toch een beetje die kant. Dan heb ik nog eentje. Dan heb ik mijn aardbeidjes gehad. Dan gaan we naar de peren. Dan moet ik stelen opmaken. Zo. Je zou er bijna in bijten. Peertjes. Nou, ik heb hier dus twee peertjes. En ik dacht, ja, die horen natuurlijk ook een steel te hebben. Nou, dan knip ik dat natuurlijk even korter. Even die frutsels eraf. Maar dan heb ik wel even een stuk om te. Allee. Mijn hand wil vandaag niet. Oh, nee, dat is nog te breed. Gewoon even uit de losse hand knippen, dat gaat beter. Jip. Nou, die komt dus hier overheen. Want hij moet natuurlijk wel, hij moet aan de boom hangen, hè? Hij komt zo van de boom geplukt. Die heb ik wel trouwens, peren.
En die geef ik altijd allemaal weg. Want ik lust ze helemaal niet. En voordat ze eindelijk eens een keer goed zijn, dan denk ik, ja, dag. Mama, een appeltje. Appeltjes hebben we ook. Het is wel leuk hoor, om je eigen fruit zo te kunnen kweken. Witte beste tak is een... Oh nee, dat is geen vogel geweest, dat is gejat. Ja, dat gebeurt helaas ook. Kijk, nou heb ik een peer. Ah! En ik moet er nog een steel hebben. En nou hebben ze toevallig dezelfde steel, dezelfde dikte. Want ik vond dat andere steeltje wel heel kort worden. Ik denk, dan doe ik deze wel ietsje korter. Want het hoedje gaat er natuurlijk helemaal af. Ik denk, ja, dan heb ik zo'n inimini steeltje. Ja, dat kan. Dus die zetten we er zo. Een beetje in de midden. Kijk nou, hoe tof. Die geef ik gelijk even een paar streepjes. Want dat vergeet ik dadelijk. En geen idee wat er in beeld blijft hoor, maar... Maar anders vind ik ze zo groen. Dat is meestal hè, met groene peren. Zo. Nou, dan heb ik dus peertjes. Aardbeidjes. Mandje is nog niet vol, hè. Takkenbende. Allemaal takkies. En ik heb kersen. Maar die vind ik dus op deze manier... Hé, hey, ik mis een klein blaadje. Dat is nou weer jammer. Oh nee, toch niet. Ja. Die stans ik dan altijd eerst even in het groen. Want het takje moet groen. Was ook een discussie. Ik vroeg dus onder FaceTime aan mijn vriendinnen. Welke kleur hebben de takken van de kers? Of de steeltjes van de kers. Bruin, zei ze. Nou, daar geloof ik niks van. Ik zei, ik kom er toch niet met bruine stelen van de boom? Ik denk, weet je wat? Even googelen. Google is je vriend, hè? Gegoogeld. Ik zei, nou, jullie hebben het fout, want ze hebben groene steeltjes. En als die helemaal overrijp is, en hij is eraf al een tijdje, dan worden ze bruin. Dit is gewoon echt, het is wel een leuk werkje hoor. Het is even werk, even bezig zijn. Maar ik vind het wel leuk. Kijk. Nou hebben we een echte kers. Die krijgt daar natuurlijk ook nog een streepje, een kleurtje, een witje. Anders vind ik hem weer zo rood. Dus je moet echt even dat licht erop komen. Dus het is nou... Ja, maak je fruit. Klopt, de kersensnoepjes zijn ook. Dacht jij ook bruin? Ha. Nee, ze worden wel bruin. Dus het zou best zomaar kunnen zijn als je ze in de winkel koopt. En ze liggen er al een tijdje. Deze zijn ook niet zo heel donker, hè, deze kersen. Moet ik zeggen, ik hou helemaal niet van kersen. Als ze aan de boom hangen, zijn ze echt groen. En je gelooft het niet, hè? Bij ons was het blad al uitgelopen van de kers. Dus ik vrees met grote vrezen dat dat niet veel gaat worden van het jaar. Maar je weet het niet. Nou, dan gaan we hier even... Kom maar. Hij zat vastgeplakt. Even een licht streepje. Huh? Zal ik hier ook een streepje zetten? Kleintje. Dan moet ik wel oppassen, want anders dan smeer ik dat weer helemaal uit. Dat willen we niet.
Zo zie je maar, hè, dat je altijd jezelf, dat je dat niet altijd kan onthouden eigenlijk alles. En dat, ja, dingen veranderen qua kleur. Zo, nou, dat zijn mijn kerstjas. Choppen de chop chop. Oh, en dan komt dadelijk het blaadje op. Nou, dan gaan we het mandje vullen. En daar komt natuurlijk blad in. En blad op. Dus ik ga als eerste, denk ik, een klein blaadje hier van achter laten piepen. We gaan hem gewoon van onder vandaan opbouwen. Ik heb hem bijvoorbeeld toch al staan, dus dat is al heel makkelijk. Oeps, ik wil hem wel een beetje zo. En dan komt er een grote. Er zit verschil in, hè? Kijk. Het zijn drie soorten, als ik het goed had. Ja, zie je? Die is iets, dit is de kleinste, dit is een beetje rechter en dit is weer een beetje een ander modelletje. En maakt het eigenlijk niet uit welke je pakt, maar ik wil... Ik ga deze gewoon met lijn doen. Puur omdat ik niet al gelijk hier alles dicht wil hebben zitten. Dit wordt wel een volle bakkie hoor. Ik denk, weet je wat, laat ik hem eens even lekker goed vullen. Nee, een beetje de rondere. Nee, dat maakt niet uit. Deze. Lekkere, oh, dat was de rondere geweest. Nou ja, maakt niet uit waar het blad zit. Blad is blad. En je moet gewoon maar een beetje gaan vullen, zal ik maar zeggen, opbouwen. Dan komt er een aardbeidje. Daar. Oh, ik zou het aan de andere kant doen, hè? Zag je het? Dat ging bijna mis. Hops. Aardbeisje. En ik heb een peertje aan de andere kant. Oh, nou, beterschap hoor. Je kan het altijd terugzien, hè. Dus wat dat betreft is er geen man overboord, zullen we maar zeggen. Beetje zo. En dan komt er nog een aardbeidje. Een grote. Ja. Die komt daar overheen. Kijk, en dat is nou het fijne dat die stelen, die hengsels naar beneden kunnen. Want dan kan je gewoon doorbouwen. Hè? Misschien moet ik dadelijk toch nog wel wat van dat spul ertussen proppen. Nee, ik heb daar nog een aardbei achter. Daar. Dus die... Oh, gelukkig. Ik heb nog een lijnpatroon. Ik denk al, oh, help. Mijn lijnpatroon gaat bijna op. Kijk, en nou kan ik hem nog een beetje oplichten. Dus die daar. En dan heb ik nog een aardbei. En die gaat hierachter. Joh, het is gewoon stapelen en doen. Hoe meer fruit je hebt, hoe meer de mand gevuld wordt, zullen we maar zeggen. Zo. Dan komt daar nog weer een peer daartussen natuurlijk, want die moet dat weer opvullen. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Dus die moet zo. Ik wou hem eigenlijk dat grasachtige spul er nog van tussen laten piepen. Maar er springt van alles van tussen, dus dat is genoeg. Dan heb ik nog een blaadje nodig, want het wordt natuurlijk wel erg veel fruit zo. Hier aan deze kant. Oh, maar stil. Pas op voor je stelen. Zo. En dan zetten we nog een blaadje. Ja, waar? Daar. Maar die zet ik er een beetje, denk ik, zo tussen. Die kan er gewoon zo tussen gezet worden. Hè? Dan ga ik gewoon even lijmachtig doen. Is bijna leeg, hoor je het? Dat wordt nog alles gebruikt hier.
Zo, dan hoeft hij er niet meer ertussen. Dan gaan we nog meer blaadjes. Even zien. We gaan eerst eens zien hoe het gaat uitpakken met de stelen, met de hengseltjes naar boven. Hoppla. Nee, een beetje zo. Een beetje zo, gewoon schuin over elkaar. Zie je dat dat nou gewoon makkelijker is? Zo, hoppla. Mandje vol met fruit. Hoe gezellig. Dan wil ik daar nog een blaadje hebben. Oh, die is te groot natuurlijk. Wacht even, knip er even. Ik heb er toch genoeg. Ik knip er even een stuk af. Kan ik dat van deze nog doen? Ja, dat kan ik van deze ook doen. Knip gewoon even die lijmrand eraf. Dat droogt wel. Want ik wil eigenlijk alleen het puntje hebben. Anders is die in zijn geheel te groot. Zo. Zie je? Dat is daar. Dan heb ik nog van die leuke sliertjes. En die ga ik even afknippen. Even met mijn schaartje. Want ik vind hem anders gewoon veel te groot. Nee, is die nog te groot? Komt hij er helemaal overheen? Ja, het wordt een lekker fruitmandje, toch? Je zou hem toch zo willen krijgen? Als die nou ook nog smaakte, dan was het niet verkeerd. Maar ja, je proeft er natuurlijk niks van, hè? Heel klein beetje lijm, maar hier komt dadelijk toch nog wat overheen. Dus al wordt dit een boeltje, is dat op zich nog niet zo erg. Want hier komt een kersje te hangen. Kan ik die er nog gewoon zo tussen hangen? Ja, die plakt. En dan zie je dat natuurlijk. En dat is niet mooi. En dat lossen we dan weer mooi op. Met een blaadje. Kijk, en die komt er nou van onder en dat vind ik niet mooi. Waarom wilt dat nou niet meer los? Dat zit natuurlijk in de lijm. Ja, weg. Dat zat in de lijm. Ik vind dit eigenlijk niet zo mooi. Nou zie ik het niet meer. Goed zo. Dan heb ik nog meer van die slierten. Ik heb natuurlijk nog een setje kersen. Ik heb hier een klein sliertje. Hier ook. Deze is groot zat. Die is eigenlijk nog te groot. Nog te groot. Zal ik hem dan nou maar gewoon met een lijmpje doen? Dan wordt het ook niet zo heel dik. Zo. En daar komt ook weer een setje kersen op. Kersen zijn kersen. Dat is dat. Oh, wacht even. Ja. We gaan deze even eraf knippen. We gaan één kersje er zo op zetten. Een kersje komt er zo op. Kijk, en dat vind ik altijd dan een nadeel, want dat plakt natuurlijk niet zo als de hete lijm. Ik ga er gewoon ook hete lijm aan zetten. Hopla. Oh, zag je hem? Je zal wat in je gezicht krijgen. Ik deed het eromheen draaien, wat ik eigenlijk altijd doe. Kijk, en nou zit hij eigenlijk erachter, een beetje verdiept. Een blaadje eroverheen. Ik krijg altijd het idee wat vroeger, dat deden we dan wel altijd met snoepkersen. Die idee was oorbellen, weet je dat nog? Als kind zijnde had je kersenoorbelletjes. Of vertel ik nou wat geks? Nee toch? Ik denk dat iedereen dat wel deed. Deze komt er ook nog aan, want hij moet. Hij zit gewoon wel even nokkie. Ik vond dat wel een keer leuk. Oeps. En dan komt er nog een blaadje over. Deze vind ik leuker. En die komt eigenlijk hierachter. Hoe had ik dat nou bedacht?
En dan zit hij niet. Nee, dat vind ik niet mooi. Hij had hier eigenlijk tussen moeten. Dat gaat niet, hè? Dat gaat niet gaan. Als ik hem nou even meeneem. Zo gaat hij wel. Jee. Maar dan vind ik hem eigenlijk wel aan de grote kant. Dus ik ga die kleine pakken. Ik wil dat lijmdotje natuurlijk wegwerken. Ja, deze is beter. Ik ga hier. Ik zou hem vasthouden, Ko. Dat is makkelijker. Nee, ik ging toch hier mijn lijm doen in de midden een beetje. In de midden een beetje. En dan moet ik even draaien. Oh, dan moet hij zo komen. Kijk, dan is dat mooi weggewerkt. Top! Ik zeg niks meer aan doen. Heb ik nog wat? Ja, ik heb nog van die slierten, die kunnen er nog van tussen. Ja, dan maak ik het op ook, hè? Ja, niet alle blad hoor, want dan wordt het te veel. Dat heb ik al wel gezien. Maar ik vind het wel leuk dat er nog af en toe zo'n sliert hier uitspriet. Dus even mijn die opzij. En dan gaan we de binnenkant nog even bekleden. Niet veel hoor, maar ik dacht, oh ja, dan hoef je er niet altijd. Niet iedereen kan altijd netjes schrijven. En dan vond ik het wel heel handig, die tekst erbij. Ik kan ook niet zo netjes schrijven, daar ben ik wel heel eerlijk in. Dus daarom vind ik altijd die teksten wel heel makkelijk. Kom op, omhoog. Want ik wil niet. Juist. Nou. Hoe gezellig is het? Je zal hem toch krijgen? Toch nog een blaadje daar van boven? Hier heb ik het iets rondere. Ik denk het. Ik knip hem gewoon even een stukje korter. Ik denk het hier. Dan klopt het meer als. Ja. Doen we gewoon mijn gewone lijm. Zie je bijna niks meer van je designpapier, maar dat geeft niet. Daar ging het mij ook niet om. Hoe lief is die? Oh, ja, dat dacht ik al, dat plafond naar beneden. Nou, dat heb ik gehad. Ja, je krijgt er zin in, hè? En het allerlekkerste is natuurlijk echt het verse fruit. Ik vind dat graspul er ook heel leuk in, jongens. Dat maakt het net echt. Nou, wat heb ik dan nog? Die klappen we even naar boven. Dan moet ik even uitmeten hoe mijn binnenkant is. Hoe breed. En die is 13,5. En dan zal die zo ook 13,5 zijn. Want meestal maak ik hem hetzelfde. Ja, nou. Ja, 13,5. Dus dan gaan we hem op 13 bij 13. Normaal doe ik er 4 mm af. Maar dat doe ik nou niet. Ik doe nou 13,5 bij 13,5. 13 bij 13. bij 13. Oh, Ritter, wat komen er allemaal harten voorbij? Oh, wat zijn we allemaal in love? Gezellig. Jullie vinden hem ook leuk. Hij is leuk, hè? Het is gewoon weer heel wat anders. En aangezien er veel zieke mensen zijn. En aangezien Ko het gewoon weer lekker verkeerd gesneden heb. Oh, grut. Hoe kan dat nou? Ja, dat is dan jammer van dat papiertje. Ik wil wel dezelfde. Heb ik die nog? Dat gaan we roepen. Wat zit er aan de achterkant? Geruite aardbeien. Blauw geruite aardbeien. Heb ik hem niet meer? Ja, heb ik nog wel. Dat heb je, hè? Praten en breien. Dan gaan we niet samen. Praten en snijden gaat ook niet samen. 13 bij 13. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem dus zeker op de 12 gezet. Dat zou niet anders kunnen. Jullie zagen het vast gebeuren. Doe ik het nou weer niet goed? Hij is toch gewoon. Jawel. Heb ik hem daarnet gewoon 13 bij 12 gemaakt. Oh, 12,5. Dankjewel.
Kom, hè. Nou, die komt dus hier. Nou, komt wel goed. Ja. Die ga ik gewoon met lijm plakken. Oh, die is nog te koud. Er zit nog een propje voor. Die heb ik nog niet gebruikt natuurlijk. Dan heb ik, als het goed is, nog een flesje hier staan. Nee. Moet ik even de tut verschonen. Zullen we hopen van deze wel? Anders moet ik weer wat anders pakken. Ja, hier hoor ik het wel. Kun je nagaan, zo koud is het, hè, dat het gewoon het tutje... Nee hoor, tutjes gaan altijd wel een keer verstopt. Dat komt omdat ik hem altijd lekker open laat staan. Dat is mijn eigen schuld. Dat moet je eigenlijk niet doen. Zo. En dan heb ik hier beterschap. En deze kan je dus in principe ook met die... dan ga ik een kleine flesje weer verpakken. Met die tape doen. Ja, dat was ik natuurlijk ook in de gauwigheid weer vergeten. Je kan hem ook in een bepaald... Wat ook leuk is van foam trouwens. Maar je kan hem ook extra lagen geven. Dat hij dus iets wat hoger uitpakt. Maar omdat dit nou in de binnenkant zit, dacht ik, nou, dat gaan we niet doen. Dan is één laagje papier meer dan genoeg. Dus kan ik bijna niet dicht. Maar ik vond het wel gezellig. Wat natuurlijk ook best wel leuk is, om op je envelop ook zomaar een aardbeidje te plakken of zo. Of een kerstje. Ik weet alleen niet of het dan... Dan zou ik het doen als ik het af zou geven. Als je het op moet sturen, heb je kans dat dat er weer af gaat. Nou, houd het maar gewoon vast in plaats van met je prikpen. Kijk, dan heb je gelijk een mooie witte matlaag. Vind ik mooi voor de rust. Nou, en die komt dan een beetje soort van in de midden. Om en erbij. Pin me er niet op vast, maar ongeveer. En dan moet ik even kijken, want die ik als voorbeeld gemaakt heb, die zat scheef. Nou, dan kloppen die letters natuurlijk ook niet allemaal. Nou, dan vind ik het een beetje grappiger als er iets wat kleurtjes in zitten. Anders is die wel heel saai. Maar dat is wat je zelf leuk vindt. Een beetje. En dan doe ik het liefst een beetje verspringend. Hopla. Dan komt hij meer tot leven, zullen we maar denken. Hier nog één. En hier nog een stukje. Hier hebben we de H van schap. Beterschap. Nou, en dan zijn we er verder. Dan hebben we hem weer gehad. Dan hebben we toch weer een leuke beterschapskaart. Kijk, dat is dan toch een verrassing als de mensen hem open doen. Want ja, ze krijgen zo. Dit vinden ze natuurlijk al geweldig als ze zoiets krijgen. Als ze ziek zijn, dan doen ze hem open. Oh, wauw, er zit nog wat in. Gezellig. Nou, dames en heren. Ik dank jullie weer voor het kijken. En... ik wens je heel veel sterkte. Ik wens je ook heel veel sterkte. Ik zie het allemaal niet. Maar ik dank jullie voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende live. Vanmiddag komt Jeannette om 3 uur. Vanavond. Oh, ik heb niet goed opgelet. Dan komt er weer iemand. Tot de volgende live maar weer. Doei doei.